Het is een droge ladingsschip, 86 meter. Geschikt voor container, droge lading, granen. Een luikenschip is het. Dus er lag ook luik op voor een droge lading te vervoeren. We voeren heel veel stenen in Duitsland. Voor de krib, voor de oevers en voor de kribben. En het schip is 18 jaar oud. We zijn 86 meter lang. We mogen met 2 man personeel varen. En we varen met 3 man aan boord. Komt mede door het werk wat wij vaak in Duitsland doen, dat een man extra altijd wel prettig is. Dus zolang het kan en het personeel beschikbaar is, dan proberen we het met z'n drieën te doen. De stuurman, de schipper, die woont voorop, heeft zijn eigen woning. De jongste lichtmatroos heeft hier achterop zijn eigen slaapkamer. En ja, de stuurman eet achterop het warme eten. En het brood eten doet hij voorop en koffie drinken doen we met elkaar altijd in de stuurhut. En s'avonds is wat iedereen wil. Men mag, ik ben achterop beneden en iedereen mag komen als hij wil. Of als hij een keer voorop wil blijven, blijft hij voorop. En dat wisselt iedere dag eigenlijk. De ene keer is iedereen achterop en de andere keer is iedereen in zijn eigen slaapkamer of voorop. Deze woning is 10 jaar geleden getimmerd. En voldoet aan alle huidige nieuwe eisen zelfs nog. Goed geïsoleerd, dat is wel erg prettig en comfortabel. We hoeven ook niet te ver overgetrokken worden, denk ik. We hebben heel veel pk's van ons schip. En we draaien altijd maar halve kracht tot een derde van het vermogen. Dus als je op vol vermogen de decibels haalt, is het op halve kracht tot een derde van vermogen, is die natuurlijk muisstil binnen. Dus, maar goed, het is waar je geniet hier. Het is prettig, het is geïsoleerd. Er is airco, er is vloerverwarming. Koelkasten, vriezen, wasmachines, droger. Alles is aanwezig. Dus het is goed toevoegen.